Wij zijn Wallis Nederland, een Nederlands bouw- en ontwikkelbedrijf dat al ruim 140 jaar actief is. Onze doelstelling is dat in 2030 minimaal 30% van het personeelsbestand vrouw is. Daarom vragen we Arjan en Nigayo ons te helpen bij het werven van divers en inclusief personeel. Vandaag specifiek vrouwen die een carrière ambiëren in de bouw en de techniek. Maar wat zijn voor Ballas Nedam de twee belangrijkste redenen waarom jullie dat willen? Eén, omdat we geloven in diversiteit. Er zijn vele studies die al aangeven dat een divers personeelsbestand leidt tot betere resultaten en hogere werknemerstevredenheid. En twee, er is ontzettend veel schaarste. En we kijken altijd maar naar die mannen in de techniek. Mijn vrouw is het net zo goed. Mijn expert is Bas Westland. En dat is een icoon in recruitmentland. Ja, die kan gewoon alles. Wat zijn jouw eigen ervaringen eigenlijk met werven van vrouwen? Ja, ik kijk daar persoonlijk niet naar. Maar ik heb natuurlijk een werving- en selectiebureau. Dus je hebt wel eens dat klanten daar wel naar kijken. En dan moet je als recruiter denk ik wel sturen dat ze zeg maar in ieder geval minimaal op gelijkwaardige manier naar vrouwen kijken als naar mannen. Je hebt twee experts. Eén expert is Charita Boon. De andere expert is Carmen Breveld. En ik heb hen uitgenodigd omdat zij veel verstand hebben over het thema. Waar het om gaat is dat je kijkt naar wat je doelgroep belangrijk vindt en wat je doelgroep wil. En op die manier jouw campagnes of jouw uitingen daarop aanpast. Jij bent de oprichter van Topvrouwen Academy. Hoe kan het dat het zo lang nog niet op orde is? Het thema vrouwen naar de top, dat speelt echt al zeker twee decennia. En de overheid heeft op een gegeven moment gesubsidieerd in organisaties om awareness op gang te brengen. Maar we zijn inmiddels al meer dan 20 jaar bezig met die awareness. En toen dacht ik, laat me eens even kijken hoe het staat met die corporate. En ik zag dat we nog steeds op hetzelfde percentage zaten. Hoe kunnen we divers en inclusief werven? Binnen People First zeggen we werken moet voelen als thuiskomen. Je begrepen voelen en geborgenheid, dat zijn hele belangrijke elementen. We denken met diversiteit en inclusie dat daarmee hetzelfde wordt bedoeld. Bij ons in elke opdracht die we voor een opdrachtgever doen, staat dit onderwerp centraal. Of het nu gaat om automatisering, of het gaat om processen, of het gaat om werving. Het belangrijkste is dat de hulpvraag gesteld wordt aan een medewerker, daar moet je mee beginnen. Als je dat doet, zal je merken dat een medewerker zich echt thuis voelt binnen je organisatie en echt zal accelereren. Als het niet in alles naar voren komt, dan gaat het ook niet werken. Zet het echt in je strategie op de agenda. Zorg ervoor dat je er als bedrijf echt naartoe werkt. Betrek alle mensen erbij. Alleen op deze manier zal je diversiteit en inclusie echt een onderdeel van je cultuur maken. En daar gaat het om. We hebben een heel mooi vraagstuk meegekregen. Hoe kunnen we divers en inclusief werven met een specifiek vraagstuk gekeken naar vrouwen? Ik heb een expert ingevlogen en dat was Bas Westland. Een allround recruitment icoon. Waar we bewust voor gekozen hebben samen is eigenlijk een tweerichtingsstrategie. Zowel een korte termijn, want we willen iets waar jullie eigenlijk morgen mee aan de slag kunnen. Maar we hebben ook iets ingezet voor de lange termijn. En die ga ik jullie allebei even toelichten. Dus we starten met een korte termijn actie. En eigenlijk noemen we dit stuk van ons project laaghangend fruit. Dat blijft lekker makkelijk hangen. Hij is gaan kijken naar arbeidsmarktcommunicatie, naar vacatures. En wat hem opviel was dat er op sommige punten van corporate communicatie gelukkig veel vrouwen in beeld waren. Maar dat er zowel op beeld als op video dat we nog wat meer nadruk kunnen leggen ook op de vrouwen die er al zijn. Dat zit hem niet alleen in foto en in video. Dat zit hem ook een stukje in tekst. En daar was ik zo van onder de indruk. Zij zeggen hier, uit onderzoek is gebleken dat vrouwelijke kandidaten pas solliciteren als ze aan 100% van de eisen voldoen. Terwijl mannen dat doen bij 60%. Dus het is een hele makkelijke alinea om in je arbeidsmarktcommunicatie mee te nemen om vrouwen zekerder te laten zijn voordat ze gaan solliciteren. Dan komen we vervolgens ook met een lange termijn strategie. En we hebben eigenlijk vanmorgen gezegd, dit vraagstuk is zo relevant dat het eigenlijk veel groter zou mogen zijn dan alleen voor Ballas Nedam. Alleen we zijn ook gaan zoeken naar een oplossing die overschrijdend is. We noemen die strategie het houten plafond. En wat we willen gaan doen is een unieke podcastserie gaan maken. En die wordt helemaal gemaakt, gehost en geregisseerd door Ballas Nedam. Dit thema kennen jullie waarschijnlijk, is bekend in de wereld van de vrouwen, ook wel bekend als het glazen plafond. Natuurlijk is Ballas Nedam een technisch bouwbedrijf. Dus een glazen plafond, dat kunnen we nog iets verder uitnutten. En we noemen onze strategie daarom ook het houten plafond. Nou, wat willen we daarmee gaan doen? Natuurlijk naar alle podcastkanalen, want we willen ook bereik. Alle social media kanalen. En wat heel erg fijn is, jullie kunnen de podcast die je zeg maar maakt, kun je toevoegen in je werken bij website. Ik heb al een paar vrouwen kunnen bellen en ik heb gevraagd wat zij hiervan vinden. Ik ben Suzanne van der Kammen, marketingdirecteur bij Indeed. Het houten plafond, ik ben erbij. Ik ben Jolie den Boer, Global Recruitment Director bij Booking. Het houten plafond, ik ben erbij.
Ik heb een man gevonden, dat is Alexander Steeg. Dat is al jarenlang een contentmaker voor podcast. En hij zit helemaal in de arbeidsmarkthoek en hij wil zich hier heel graag aan verbinden. As for Jade, we had 4 times more female applicants. So when our candidates arrived to Jade for the interview, we showed them they had all the skills for the automotive industry and for Opel. Dan wil ik de tweede strategie laten zien. Het grappige is dat dit elkaar tegenspreekt. Want in de ene strategie zeg je, ja, maar je moet juist inspelen op... en dan heel overdreven roze en lila en zachte verbindende woorden. Terwijl deze strategie eigenlijk zegt van, ja, maar wacht eens even. Een vrouw of iemand bepaalt zelf wel wat wel of niet appealing is. Opvallend is wel, wie heeft nu die campagne gemaakt van Opel? En wie heeft de campagne gemaakt van Heineken? Dan komen we tot de conclusie dat dat dus bedrijven zijn, creative agencies... waar feitelijk ook maar gewoon 15% aan vrouwen werkt. En dat heeft mij toen besluiten dat het voor mij hier stopt. Ik weet het niet, ik vind het lastig. Ik heb wel een paar tips en een advies. De tips die ik heb. Vanaf nu direct, dat kan zo ingaan... vanaf nu zal Ballas Nedam alleen nog maar projecten laten uitvoeren... zover mogelijk door 100% vrouwelijke teams. Geen mannen meer, idealiter. We gaan met de CEO, ik hoop dat hij vandaag nog aanwezig is... dan kunnen we dadelijk even langslopen. Gaan we een exitgesprek aan, dat zal ik leiden. En we gaan hem vervangen door een vrouw. En met de acquisitie van nieuwe projecten geven we de voorkeur aan partijen... waar in ieder geval voor 80% vrouwen werken. En dit alles gaan we door middel van persberichten... grootste wereld in slingeren. En dan heb je in ieder geval heel wat journalistieke mensen... die hier verhaal komen halen. En heb je in ieder geval een punt om over te praten. Mijn advies is dat ik jullie niet kan helpen met een concept. Er is een creative agency, een reclamebureau, Clementy Jane. En ik heb met Geerke Katshoek gebeld. En ik heb met Geerke afgesproken dat zij heel graag met jullie het gesprek aan wil gaan... om met jullie vanuit het perspectief van een vrouwelijk reclamebureau... dat zij dit traject samen met jullie gaan oppakken. En waarom? Omdat alleen vrouwen weten wat vrouwen willen. Het houten plafond, geweldig idee. Prachtig. Het echte omdenken spreekt zeker aan. Fantastisch. En dat het geen hele korte sprint is, maar voor deel ook een marathon, dat snappen we ook. Jammer dat jullie toch ook een paar gebaande wegen hebben gedeeld. Die vergeven we jullie. Want er zitten zeker hele mooie ideeën bij waar we graag mee aan de slag gaan. Betekent wel dat we een beetje lastig konden kiezen. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om er een gelijk spel van te maken. Gefeliciteerd. Fischer, man. Jij ook.